In deze video doe ik een eerste bespreking van het examen Biologie VWO van 2021. Hij is net vanmiddag gemaakt, vers van de pers. En dat brengt mij tot een kleine disclaimer, namelijk ik zie dit examen nu ook voor het eerst en ik ben ook niet perfect. Ik probeer het kort te houden, alle uitgebreide uitleg van alle vragen, die volgt nog. Ik ga het nu heel kort en beknopt houden. Ik heb het correctiemodel ernaast gezet. Dus dan kan je met me meekijken wat de goede antwoorden zijn. Als je nou twijfels hebt van, hey, zou u dit wel of niet goed rekenen? Daar kan ik uiteraard antwoord op geven, dat ga ik ook doen. Maar dat is wel ook echt mijn mening. Jouw examen wordt nagekeken door een eerste en een tweede corrector. Je eigen docent en een of andere vreemde gast ergens. Zij bepalen jouw cijfer, niet ik. Dus een kleine slag om de arm met wat ik wel en niet goed zou rekenen. Dat is maar mijn mening. Over het algemeen vond ik het examen niet zo moeilijk. Dat vinden jullie misschien niet leuk om te horen. Ik vond er niet heel veel pittige vragen in zitten. Een paar inkoppertjes zaten een grafiek in waar je even goed naar moest kijken. Maar verder was het heel duidelijk. Dus ik vond het een vrij recht toe recht aan examen. Er was één of twee vragen wat ik dacht, dan welk antwoord willen ze nou van mij? En ik had twee vragen zelf niet helemaal goed beantwoord, omdat ik te kort door de bocht was geweest of omdat ik niet goed had gelezen. Maar het stond er wel allemaal. Laten we maar eens naar de inhoud gaan kijken. Nou, dat die 39 vragen zou hebben en 66 punten, dat wisten we al. Altijd belangrijke informatie bovenaan het examen. Tenzij anders vermeld is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. Wat me trouwens wel opviel bij het examen, het zijn wel echt allemaal hele saaie contexten. Konden ze nou niet iets spannenders verzinnen dan hartritmestoornissen en tomaten kweken? We doen toch wel coolere dingen in de wereld? Neem nou spannend nieuw onderzoek. Maar nee, heel verhaal. Ik heb het doorgelezen om een beetje een beeld te krijgen, zo een beeld te krijgen van de vraag. Maar echt hard had je het niet nodig. Dus het is de eerste was echt een inkoppertje. Dat is een heel fijn zo'n startvraag. Kan een herseninfarct veroorzaakt worden door bloed? Waar komt dat vandaan? Dan moet je alleen maar de kleine bloedsomloop die gaat via de longen. Daar krijg je geen hartinfarct van. Dus dan hoef je alleen maar eventjes te kijken. Oké, welke kant komt de kleine bloedsomloop ook alweer uit? Dat weet je uit je hoofd toch? Kom op zeg. En als je het niet weet, kon je spieken in je BINAS. Overigens had je BINAS bij het examen helemaal niet zoveel nodig. De tweede vraag. Drie momenten in de hartcyclus. Ook hier was het misschien fijn om je BINAS erbij te pakken. Welke van deze momenten? Ja, meer keuzevraag kan ik heel veel aandacht aan gaan besteden. Maar dat is moment 1 en 2. Dus antwoord D. Vraag 3. Bindweefsel tussenschot van de AV-knoop. Bla bla bla. Beschrijf hoe. Belangrijk om te noemen, het was een tweepuntsvraag. Dat tussenschot er dus voor zorgt dat er isolatie is. Dus door dat bindweefsel wordt voorkomen dat alle impulsen die daar binnenkomen, dat die worden doorgegeven. Alleen dat van de AV-knoop wordt doorgegeven. Want dat systeem werkte nog. Vraag 4, gaan ze een gen random tussen de andere genen zetten? Ze hebben geen controle waar die precies komt. Later komen we in hetzelfde examen bij een techniek waar ze dat wel kunnen. Maar nu kunnen ze dat niet in het examen. Ja, wat is daar nou nadelig aan? Als het random ergens komt, kan het dus ook ergens midden in een gen komen. In een ander gen. En dan doet die het niet meer. Appeltje eitje. Vraag 5 is nou typisch zo'n meerkeuzevraag. Dat ik denk, ja, ik weet het goede antwoord. Maar ik moet nog een manier verzinnen om dat goed aan jullie uit te leggen. Het enige wat ik absoluut onlogisch vond, was die lichtsensor. Die had je gewoon echt niet nodig. Dus ik kwam bij 1 en 3 en dat was ook het goede antwoord. 6 is ook zo'n vraag. Ik heb hem meer op intuïtie goed beantwoord dan dat ik het nou echt super goed kan beredeneren. Dus dat ga ik nog eventjes voor jullie verzinnen hoe ik dat eigenlijk heb beredeneerd. Zorg nou, als daar staat, neem de tabel over, dat je dan de tabel ook overneemt. En ik was, met mijn domme hersens, de tabel al aan het invullen voordat ik de tekst eronder had gelezen. En dat zal veel van jullie ook zijn gebeurd. Misschien heb je die hele tekst uiteindelijk niet gezien. Ja, hij was wel nodig. Want er stond wel dat je die woorden, die dikgedrukte woorden, maar één keer mocht gebruiken. En dan is je kans dat je hem fout maakt als je ze twee keer gebruikt. Heb je sowieso al eentje fout. Dus ja, die tekst was wel essentieel. Beetje flauw dat hij eronder stond. Eigenlijk. Toen gingen we naar de vismigratierivier. Ook oerzaaie context. Vraag 7. Eitje. Die is bijna zo makkelijk dat je gaat twijfelen. Is het echt zo makkelijk? Kan ik dat echt zo invullen? Ja, dat kan je echt zo invullen. Hoezo heeft het voordeel als je groter bent? Nou, dus de kans dat je opgefroten wordt kleiner. Zo simpel is het. 7, echt een inkoppertje. 8, ging ik de mist in. En waardoor ging ik de mist in? Ik had niet goed op de assen gelet. Ik had niet gezien,
gewoon niet gezien. Ik moet ook zeggen, ik heb het examen in een half uur gemaakt, want ik moest deze video maken. Dus een klein beetje een excuus. Maar ik had gewoon niet gezien dat hier een nieuwe dag begon. Ik dacht dat dit één dag was. Wat echt super onnozel is. En dan is bij vraag 8 een kwestie van kijken. Die visjes konden alleen, wat waren het visjes, beestjes? Het glasaaltje. Die kan alleen naar binnen als er water het IJsselmeer instroomt. Dat gebeurt dus alleen bij piekjes. En dan is het een kwestie van kijken, hoe lang is de langste tijd tussen twee piekjes? Tussen deze twee piekjes zit zo'n 18 uur, grof gerekend. Heel verhaal over die, wat die vis wel en niet kunnen dankzij die list van Henle. Want normaal gesproken gebeurt in de list van Henle is dat de water teruggeresorbeerd wordt, het bloed in. Dat is bij ons zo. Die hebben vissen niet. Dus daar hebben we een heel simpel antwoord. Zij kunnen dus niet dat water terug doen in hun bloed. Dus zij kunnen ook niet een geconcentreerdere urine maken. Dus zij kunnen niet een hypertone urine maken. 10. Ook zo'n gevalletje die ik dan meer op intuïtie goed heb dan dat ik het heel goed kan uitleggen. Het juiste antwoord was daar B. Ze hebben meer glomerulie. Dit is iets waarvoor je misschien, wat is het ook alweer, binas erbij pakt. En dan weet je het. De permealiteit van de verzamelbuisjes bij een zoetwatervis, die zijn kleiner. Want bij die zoutwatervis moet daar veel meer zout doorheen kunnen. En bij een zoetwatervis is wat minder. Dus vandaar. Nou werd het eventjes lastig. Eerst een paar vragen. Appeltje, eitje. Maar bij vraag 11 moest je toch wel eventjes gaan nadenken. Want dan gaat het opeens over allemaal vormen van transport. En over concentraties. En over osmose. En dat zijn toch altijd onderwerpen die lastig blijven. Als je maar in je hoofd de stapjes voor je ziet. 11 is een driepuntsvraag. Dat betekent dat je drie dingen moet noemen. Leg uit met behulp van bovenstaande informatie dat het transport van chloride ionen via de MR-alfa-cel op zich geen energie kost. En je ziet hier dat die concentratie van die ionen is in de cel hoger dan daarbuiten. Dus dat is in principe passief transport. Dus het cytoplasma, staat ook in het antwoordmodel, is negatief geladen. Maar er is dus een concentratieverschil, dat moest je noemen. Dat komt onder andere door het co-transport met die kalium en natrium. En je moest noemen dat het in stand houden van dat concentratieverschil van die kalium en die natrium. Want hier wordt die chloride naar binnen gepompt vanzelf. Maar om dan vervolgens die kalium en natrium weer op orde te krijgen, heb je ATP nodig. En dan bij vraag 12, die is dan weer heel makkelijk. Want waarom zijn er dan veel mitochondriën nodig? Het is gewoon vervolg op antwoord 11, op de antwoorden bij 11. Namelijk, er was veel ATP nodig. Dus dan hebben we ook veel mitochondriën nodig om die ATP te maken. Dus die was echt super simpel. Dan weer opeens. En dan gaan we opeens naar die beta-cellen en alpha-cellen. Ja, als je sowieso zodra iets met microfilie of uitstulpingen genoemd wordt, roep je het woord oppervlaktevergroting. Dan ben je al een heel eind. En als je een grote oppervlakte hebt, wat is daarvan het effect? Ja, je kan sneller je zout opnemen enzovoort. Dus over wat voor een ding, of het nou over darmen gaat, of bacteriën, of over bepaalde type cellen. Als je meer uitstulpingen hebt, heb je een grotere oppervlakte, kan je efficiënter stoffen uitwisselen. Dus eigenlijk een standaard antwoord. De vissen, die kunnen acclimatiseren, daar hebben ze tijd voor. Waarom kunnen kortdurende schommelingen direct opgevangen worden? Nou, dat doen ze dus met behulp van die alfa-cellen. Dus dat kunnen ze heel vlug opvangen. Als je heel vlug je ionenpomp moest op moleculair niveau. Dus je moet wel even die ionenpomp noemen. En dan kan dus de zouttransport variëren heel gemakkelijk. En langdurig, waarom vergt dat een langere acclimatisering? Omdat ze moeten overstappen van het ene type cel naar het andere type cel. Dat stond ook wel duidelijk in de tekst. Vraag 15. Ik vond hem weer zo eentje dat ik dacht, ja, die is zo makkelijk dat je ervan in de war raakt. Waarom zijn die sluisdeuren, waarom gaan nou meer van die visjes via de migratierivier dan via de sluisdeuren? Nou, die migratierivier kunnen ze makkelijker vinden de hele tijd door. Door de lokstroom noemen ze dat dan. Ze gaan het later ook nog over de lokschapen hebben, fantastisch. In zo'n migratierivier is een beetje vermenging van zoet en zoutwater. Dus kunnen ze langzaam wennen en dat is in een sluis niet. En wat ik zelf had bedacht, dat was ook het derde puntje gelukkig. Ja, het is gewoon niet heel veilig voor vissen in een sluis. Boten, mensen, ze kunnen niet schuilen, veel stress, ellende. Goed, gaan we naar yoghurt zonder klontjes.
Fantastisch dat we het gaan hebben over een nieuwe techniek. Maar waarom doen we dat met zoiets sufs als yoghurt? We kunnen zoveel met dat CRISPR-Cas. Doe dan een mooie context. Yoghurt. Het is wel heel neutraal yoghurt. Maar er worden ziektes mee genezen. Er worden zulke mooie dingen mee gedaan. Nee, wat gaan we doen? Yoghurt, jongens. We doen het met yoghurt. Is natuurlijk niet heel erg van belang. Yoghurt is voor jullie misschien wel lekker herkenbaar als docent. Dan heb je 2 jaar de tijd om een examen te maken. Kan je dan niet een iets leukere vraag verzinnen? Ik hoop niet dat ik nu iemand verschrikkelijk beledig. Maar kan je dan niet een iets leukere vraag verzinnen? Kom op zeg. We hebben 2 bacteriën om de yoghurt te maken. De een die knipt aan het begin van de keten. De een knipt in het midden van de keten. De ander aan de uiteindjes van de keten. Waarom heeft die ene die aan de uiteindjes knipt nou een hogere enzymactiviteit? Dat komt omdat die ander, als die in het midden knipt, zijn er meer uiteindjes. Echt zo makkelijk is dit. Inkoppertje. Moet je natuurlijk wel een beetje biologisch omschrijven. Want ik doe het nu heel makkelijk omschrijven. Dus dankzij die endopeptidase zijn er meer uiteindjes voor de exopeptidase om te knippen. En dan heb je een mooi biologisch omschreven. Dankzij de activiteit van de melkzuurbacteriën zijn voedingsstoffen uit yoghurt sneller op te nemen dan uit melk. Ook voor mensen die geen lactose-intolerantie hebben, geef hiervoor een verklaring. Omdat die bacteriën hebben al een deel van de suikers gebruikt en geknipt en klaargemaakt voor ons. Die bacteriën hebben al een deel van de vertering gedaan. 18. De vagen. Die vermeerderen zich door enzymen te gebruiken van de bacteriën die ze hebben geïnfecteerd. Welke type polymerase van de bacterie worden gebruikt bij de vermeerdering? Wat die vagen doen, is die bouwen hun eigen RNA'tje in, het DNA van zo'n bacterie. Dat is wat virussen doen, dat is hun ding. Dus we hebben sowieso allebei nodig. Bacteriën kunnen zich verdedigen. Dat hoef je allemaal niet te lezen. Welk type molecuul wordt herkend bij restrictie? Normaal gesproken bij ons eiwitjes worden herkend. Antigenen, dat zijn eiwitjes. Dus ik weet al, ik moet B of D hebben. Bij die restrictie, het vermeerderen van die vagen, dan moet dus dat genoom van die vagen herkend worden in het DNA van de bacterie zelf. Dus vandaar D. Nou, nu komen we bij de CRISPR-Cas. Wordt het een beetje interessanter van. Maar dan nog. Ja, gut, hè. Heel verhaal hoe dat allemaal werkt. Hier staat het allemaal in stapjes. En dan hier kon je eigenlijk gewoon per dingetje gaan kijken. Echt zo'n typische strategisch. Is de translatie van Cas-RNA nodig voor dit proces? Ja, dat was nodig. Dat kon je zien. Oh, oké. Antwoord is niet meer in beeld. Transcriptie van het CRISPR-DNA. Ga je hier weer terugkijken? Was dat nodig? Ja, dat is wel nodig. Translatie van vaag-RNA. Nee, natuurlijk willen we dat niet. Want dan wordt toch weer vager gemaakt. Dus dat moeten we niet hebben. Dus 3 niet. Dus het is gewoon een kwestie van bij elk ding kijken. Staat het in het plaatje? Staat het hier? Deze ga ik echt nog wel uitgebreid uitleggen een keertje. Vraag 21. Het gaat over evolutie. Normaal roep ik dan al dat je moet meteen iets roepen over genetische diversiteit. Maar er wordt nu gevraagd naar co-evolutie. Dus hoe veranderen die soorten? Ja, dan moet je iets lullen over selectiedruk op de ene soort. En dat is dan weer selectiedruk op de andere soort. En zo beïnvloeden die elkaar. Gaan we weer terug naar CRISPR-Cas. Volgens mij staat dit in je bilans. Je moet in ieder geval hier de stukjes gaan herkennen van wat is wat. 2 en 4 zijn heel makkelijk. 4 is een plasmide en 2 is het bacterie-DNA. Ja, wat is dit dan? Wat we hier hebben geknipt. Dat is het CRISPR-gen wat we willen hebben. En dat hebben we hier weer geplaatst in die plasmide. Dat is 3. Dus dat is wederom je CRISPR-gen. Dat is het proces wat er gebeurt. Neem een stukje uit het DNA, gaat op plasmide. Plasmide gaat naar de ontvanger. 23. Ja, vind ik altijd flauw als alles goed is. Maar in dit geval, ja, je gaat bij 1 achterin volgens verschillende soorten vagen toedienen. Ja, dan worden ze daar immuun voor de co-evolutie. Duurt wel verschrikkelijk lang, maar het werkt. Horizontale genoverdracht, dus dat ze die plasmides met elkaar gaan uitwisselen. Ja, hoe meer van die verschillende genen ze hebben, hoe beter dat gaat. Dus ja, ook. En recombinant DNA-techniek. Meerdere dingetjes toevoegen aan die bacteriën. Meerdere spacers van verschillende vagen. Ja, dat werkt ook. Dus ze waren alle 3 wel. Het is altijd gemeen als ze alle 3 wel zijn. Volgens mij zei ik aan het begin van de video tomaten veredelen. Maar het zijn dus aardappels.
Moet nagaan hoe goed de context is blijven hangen en hoe leuk ik hem vond. 24 is een vraag die ik vaak stel in de brugklas als het gaat over geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting. Dus dit is brugklasniveau. Hoe kan het nou dat die aardappels redelijk constant zijn? Nou, omdat ze genetisch hetzelfde zijn. Het zijn klonen van elkaar. En waardoor kan het toch verschillen? Ja, milieu invloeden of misschien toch een spontane mutatie of zo. Maar milieu vond ik hier logischer om te noemen. Dat zullen de meesten toch ook wel genoemd hebben, hoop ik. Pootaardappels, uitlopers daarvan. Ik heb dit hele stuk helemaal niet gelezen. Heb je ook niet nodig. Heel verhaal over een gifstof. Ja, dit is een kwestie van berekenen. Dan ga je eerst denken, oké, hoeveel 2,5 milligram solanine per kilogram lichaamsgewicht. Hij is 80 kilo, dan keer 2,5. Dat is zo'n 200 gram heb je nodig. Hoeveel aardappels moet je daar dan voor eten? 2 kilo. Daar kwam ik op uit. Ja, en dan nog een reden geven waarom dat dan wel of niet goed is. Ja, wie eet er 2 kilo aardappels op een dag? De tetraploïde, oftewel ze hebben voor elk gen in dit geval 4 allelen. Normaal heb je voor een gen 2 allelen, maar zij hebben er 4. Dus we hebben hier 1 eigenschap met 2 allelen. Dus 4 verschillende plekken eigenlijk waar zo'n allel kan liggen. Deze ga ik nog een keertje uitgebreid uitleggen. Maar wat je krijgt is je kan alle varianten die er dan mogelijk zijn eventjes opschrijven. Je kan 4 kleine A's hebben. Je kan 4 grote A's hebben. Je kan 2 grote, 2 kleine hebben. Je kan 3 grote, 1 kleine hebben. Je kan 3 kleine, 1 grote hebben. Vergeet ik nou nog iets? In ieder geval, als je ze allemaal opschrijft, dan zit je op 5. Dus gewoon eventjes doen. Dit is nou echt klapblaadje. Eventjes de moeite nemen om dat uit te schrijven. Het is wel je examen, hè? 27, de genotype verhouding van de mannelijke geslachtscellen. Het is mij niet duidelijk waarom hier staat mannelijk. Ik weet niet of daar een reden voor is. Volgens mij hadden ze net zo goed vrouwelijk kunnen zeggen en wilden ze jullie sturen van je hoeft maar van 1 ouderplant dat te noemen en niet van allebei. Of omdat die mannelijke plant de stuifmeelkorrels die je dan overal op kan aanbrengen heeft. Maar als iemand hier het licht op kan schijnen waarom je mannelijk staat, graag. Want dat maakt volgens mij geen fluit uit. We krijgen in ieder geval diploïde geslachtscellen. Ook hier schrijf het even uit. Wat kan je krijgen? Je kan 2 hoofdletters R krijgen. Een grote R, een kleine R. 2 kleine R'tjes. Dat zijn je mogelijkheden. Alleen kan die combinatie... Ik ga het een keer met kleurtjes doen voor jullie. Als ik deze verder ga uitwerken. Die combinatie grote R, kleine R. Die kan op 4 verschillende manieren plaatsvinden. Dus dan krijg je verhouding 1 staat tot 4 staat tot 1. En hoe groot is dan die kans op PVS-resistentie? Ja, dan moet die dus weer gaan kruisen. Met een even grote kans dat de andere ouder dat dus ook heeft. Dus hier snap ik weer niet dat gelul over de mannelijke. En dan is het een kwestie van kansen vermenigvuldigen. Dus 1 zesde keer 1 zesde. Is 1 36ste. Mag in een percentage, het mag in een breuk, het mag in een gewoon getal. Dus het mag van alles. Als je hier nou op ongeluk de verhouding verkeerd hebt uitgerekend, dan krijg je toch het tweede punt als je nu wel daar goed mee doorrekent. Nou, dat is toch fijn, niet? 28, inkoppertje. Hoe kan kruisbestuiving leiden tot een evolutionair voordeel? Meer genetische variatie. En als er dan iets verandert in het milieu, dan heb je daar voordeel van dat er altijd wel een paar zijn die overleven. Dit is echt een standaard antwoord. Weer zo'n vraag, als je een beetje examens hebt geoefend, dan heb je hem goed. Vraag 29, kwam je uit op 2 verschillende kruisingsschema's die je maakte voor de F1 en voor de F2. Is echt derde klas tabelletje maken en gewoon die kruising uitwerken. Nou, je ziet het ook in het correctievoorschrift. En wat je niet moest vergeten, was eventjes aangeven welke zich dan wel kunnen zelf bestuiven en welke niet. Voordeel van zaad, bla bla bla, vrij van ziekte plagen, bla bla bla, in kassen. Wat ik hier slecht vond aan het correctiemodel, is dat hier al staat ziekte en plagen, maar dat hier schimmels nog steeds goed worden gerekend. Dat zou ik als docent, als het mijn toets was, niet goed rekenen. Want er staat al ziekte en plagen. En een schimmel is best wel een plaag voor zaadjes. Dus ik had hem niet goed gerekend. Maar volgens het correctiemodel is het goed. Dus docenten gaan hem voor jullie goed rekenen. Als het goed is. Tenzij er nog in een kringbespreking, dan gaan allemaal docenten bij elkaar bepalen wat ze wel en niet goed rekenen. Gaan zeggen, dit gaan we toch niet goed rekenen. Die kans is klein hoor. Want de meeste houden zich wel aan het correctievoorschrift.
Ja, zaakjes zijn kleiner en zo. Ja, dat was het wel het voordeel wat je moest noemen. Vraag 31 geeft een argument om die bewering te weerleggen. Ik zag meteen, heet oppervlakte is anders. Ik was dat gaan uitrekenen. En natuurlijk zijn er ook nog tegenargumenten te verzinnen als je weegt de complete aardbol, niet het drooggewicht. Misschien zit er heel veel water in. Productiviteit gaat over vastgelegde energie en opbrengst over het gewicht van geoogste knollen. Dat kan verschillend zijn. Misschien zijn het wel enorme prachtige planten met enorm veel blaadjes. Dan hebben ze ook grote productiviteit, maar het zit niet in de aardappels. We hebben aardappels gekregen met een hoger eiwitgehalte. Waarom is het beter om plantaardige eiwitten te gebruiken dan dierlijke eiwitten? Dat is duurzamer en energiezuiniger. Dat is het verhaal van de voedselconversie. In elke schakel van de voedselketen gaat energie verloren. Dus als je plantaardige producten gebruikt, gaat er minder energie verloren gedurende zo'n keten. Makkelijk. Maar ik vond ze allemaal makkelijk. En ik heb dit jaar geen examenklas, dus zo scherp heb ik de stof niet. Ik heb alleen jullie. En V5 en V4. Maar geen examenklas dit jaar. De ziekte van Lyme. Volgens mij zit de ziekte van Lyme zo vaak in het examen. Dit is niet de eerste keer dat ik hem zie. Wederom 2 jaar de tijd gehad. Verzin is een leuke. Een stukje tekst wat ik hier over het hoofd had gezien is dat van elke fase overleeft ongeveer 10%. Dat zinnetje had ik even gemist. Daarom had ik deze vraag fout. Tenminste, het eerste stukje wel. Het beet van een nimfe, dan van de beet van een larve. Ja, een larve komt net uit het ei. In de tekst staat dat eieren niet hebben, die bacterie. En meer van een nimfe dan van een adult, omdat er nou eenmaal meer nimfen zijn dan adulten. En dat stukje had ik even mee denken, hoezo meer dan een nimfe dan een adult? Ik kon er niet op komen. Ik wil dan met het laks gaan bellen. Maar nee. Vrouwtjes steken suikeren vaker in meer bloed dan volwassen mannetjes. Net zoals bij de muggen, hetzelfde verhaal. Dat doen ze omdat ze eitjes moeten leggen. En daar hebben ze eiwit voor nodig en dus bloed. Teken, die hebben een zuigsnuit en die prikken ze. Welke van deze processen wordt onmiddellijk na het doorboren in gang gezet? Ja, dat is er maar eentje. Weet je, activatie T-lymfocyten. Er moeten allemaal stappen voor worden doorlopen in de afweer. Antistofproductie. Nou, ik ga er eerst maar eens even wachten voordat dat gebeurt. Alleen die migratie van die macrofagen, dat gebeurt direct. Om een immuunreactie tegen te gaan, spuit zo'n teken een stofje in. Eerst wat speeksel. Een van de speekseleiwitten remt afweercellen die een sleutelrol spelen bij het opwekken van een immuunrespons. Dus welke cellen zorgen daar nou voor? Ja, dat zijn de cellen die antigenen gaan presenteren. De APC, antigeen presenterende cellen. De andere spelen niet zozeer een sleutelrol, want als of antigenen worden gepresenteerd, dan kunnen die andere cellen helemaal niet aan het werk. Dus een sleutelrol is absoluut weggelegd voor die APC's. Wist je nou niet, zoals ik, wat APC's zijn? Het stond hier binas. Ik moest het even opzoeken. Ik denk, wat is een APC ook alweer? Antigeen presenterende cel. Hij stond in de legenda bij tabel 84L. Gewoonlijk wordt de ziekteverwekker vastgesteld door een bloedonderzoek, wanneer je de ziekteverwekker direct of indirect kan aantonen. Dus direct is, dan heb je iets van de ziekteverwekker. En indirect, dan heb je bijvoorbeeld iets wat heeft gereageerd op de ziekteverwekker. Dus bij direct is antigenen van een ziekteverwekker. Ja, als je die kan aantonen, zoals bij COVID, dan weet je, we hebben de ziekteverwekker zelf te pakken. We hebben deze antigenen. Indirect kijken we naar antistoffen. Heb ik antistoffen gemaakt tegen de ziekteverwekker? Dat is indirect. Dat kan je ook dus na een infectie nog aantonen of een ziekte aanwezig is geweest ooit. Maar dat is indirect bewijs. Is niet bewijs dat die er nog steeds is. Dus bij 37 was dat ook A. 38. Ik had hier weer niet. Dit was weer een stukje dat ik te snel gelezen had. Een ander type relatie. Ik denk, wat doen ze nog meer met elkaar? De eerste was heel makkelijk, hè? Je was al niet klaar als je gewoon uitlegde wat mutualisme is. Dus hé, ze hebben alle twee voordeel. Ja, maar waarom dan? Dan moest je even uitleggen. Anders kreeg je dat punt niet. De nematode kan zich voeden met die bacteriën. En die bacteriën verspreiden zich. De predator-prooirelatie is de, wat je moest noemen bij het tweede puntje. Wat ik even had gemist was dat die nematode zich vervolgens ging voeden met de bacteriën. En de laatste vraag, daar moest ik dan, oké, die was grappig.
Daar moest ik een beetje om lachen dat ze lokschapen gingen neerzetten. Lokschapen voor de teken. En dan is het dus de bedoeling dat al die teken op dat schaap gaan zitten en niet op de mens. En dat schijnt te werken. Maar dan moet je natuurlijk nog iets doen, want anders gaan die teken van het schaap weer naar een volgende. Als het nimfen zijn, dan gaan ze vervolgens als adultes nog naar de mens. Of omdat die schapen er staan, hebben die teken zo'n succes, want ze hebben een kant-en-klare maaltijd staat er voor ze klaar, lokschapen. Dat er alleen maar meer teken komen, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus je moet wel zorgen dat die teken doodgaan. Dus je kan ze gif geven, of je kan ze verwijderen, of je kan van alles mee. Dit was een korte bespreking van het examen. Ik ga nogmaals al die filmpjes ooit nog wel eens uitwerken allemaal. Niet voor het tweede tijdvak, moet ik jullie nu al teleurstellen. Dat gaat me niet lukken. Ik ben heel benieuwd wat jullie vonden van het examen. Ik vond hem dus wel makkelijk eigenlijk. Ik weet ook niet of die te lang was, of dat het allemaal wel te doen was voor jullie. Ik merkte, ik heb een paar keer te snel gelezen. Maar op zich had ik hem, als ik hem serieus had gemaakt, denk ik een uurtje afgehaald. Dus dan kunnen jullie dat wel in 3 uur. Maar ik ben toch nieuwsgierig. Heb je nou nog vragen over dit onderwerp of andere onderwerpen? Laat het vooral weten in de reacties. Wil je mij bedanken voor het maken van deze video's? Abonneer je dan alsnog op dit kanaal als je dat niet al hebt gedaan. En daar bedank ik jullie enorm voor. En dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.